Ik ben blij dat jullie hier allemaal zijn. Bij deze, het is geopend. Ik vind het heel erg feestelijk. Met name vanwege het feit dat hier bedrijf en onderwijs, dat ze, en natuurlijk een heel klein stukje overheid, maar dat we in ieder geval gezamenlijk optrekken om de techniek gewoon weer sexy te maken. Mijn schatting is dat er toch nog wel een 2.500 facturen openstaan in de regio. De meeste mensen die denken het is nog het oudbolle gebouw of de techniek, maar het zijn allemaal nieuwe ontwikkelingen. En dus vanuit daar hebben wij dit opgezet om mensen enthousiast te maken. Met standjes stonden een aantal bedrijven uit de techniek en de bouwsector in de Hubertushal om potentiële nieuwe medewerkers te informeren en binnen te halen. We zijn op zoek naar technisch personeel, dus dit is voor ons kijken of er nog kandidaten zijn. En dat zowel kunnen dat leerlingen zijn als ervaren mensen. Is het lastig om deze vacatures in de bouw- en technieksector te vullen gezien Nijmegen een universiteitsstad is en ook veel hbo-opleidingen heeft? Inderdaad is dat wat moeilijker te vervullen. Maar hbo-opleidingen, dat kunnen ook betekenen dat er ingenieurs vanaf komen. Echter, de tijd is wel aan het veranderen. Want vroeger gingen we naar het hbo vanwege de salarissen. Tegenwoordig, een goed techniekvak heeft dezelfde salaris als een hbo'er. Wat kan het dan ongeveer opleveren, schat u? Goed in de techniek werken is toch wel rond de 2800, 2900 euro in de maand. Dat is echt serieus geld. Kun je echt je gezin goed van rond laten komen. Ben je al mensen tegengekomen waarvan je dacht, nou, dat kan wel een toekomstige collega worden? Ja, heb ik al gesproken. Ook deze man is op zoek naar een nieuwe uitdaging. Maar of hij nou helemaal op de juiste plek was? Ik ben zoekend naar iets in het beheer van vastgoed. En helaas kom ik dat toch niet tegen. Dit zijn meer volgens mij de uitvoerende bedrijven. En die hebben weliswaar wat tips, maar ik mis eigenlijk dat stukje. Over een maand nieuwe kansen voor deze meneer. Misschien dat er dan wel een passend bedrijf met een standje in de Hubertushal staat.